had wel ontdekt dat een van deze vanochtend alweer vol met lucht was gelopen. Dus ik denk dat deze sluiting niet goed dicht zat. Maar hij is nu nog goed. Dus ik hoop dat het zo blijft. Nou, dat is het. Hier moeten we ons hele huis mee in inpakken. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Nou, hier nog een beetje papier. Nou, we gaan ons best doen. De verhuisdozen zijn er dus. De Kuiper Internationale Verhuizingen. Die gaat ons verhuizing verzorgen. Ja, het zijn er heel wat. Ik hoop dat het allemaal lukt om al onze spullen erin te krijgen. Het wordt nog een uitdaging. Maar ja, we zullen zien. Het komt vast goed. De sneeuwbal wordt steeds groter. Wauw! En Coco denkt, oh, dat is een hele grote bal waar ik heel leuk mee kan spelen. Ik ga maar beginnen met inpakken. Het is zover. Ik heb de meeste kussentjes heb ik nu vacuüm gezogen. En ik ga kijken in welke doos ze gaan passen. Dus ik ga ze tapen. Kijk wat het doet. En hier ga je nog één keer zo. Later. Ja, dan ga ik straks kijken of ik er nog eens bij kan doen. Dus we moeten zo efficiënt mogelijk inpakken natuurlijk. Even kijken. Deze gaat even voor. Volgende. One eternity later. Iets meer werk, maar goed.
Het is weer een goed doel. Was gaan lopen, dus ik denk dat hij dat deze sluiting niet goed dicht zat. Maar hij is nu nog goed, dus ik hoop dat het zo blijft. Bette Kitty, je gaat ook mee hoor. En hier achter de schotten staan ook nog wel wat dozen, stuk 4. Ik heb er heel efficiënt in gezet, dus echt passen en meten van wat past er allemaal nog bij in die doos. Wat een beetje onder dezelfde categorie valt en in dezelfde ruimte moet belanden. Maar, dus dat kost wel tijd, maar het schiet erop. Dit moet er allemaal nog. En daarachter zit ook nog van alles. Die is al bijna leeg wat achter die schotten daar zit. Dan moet ik dus nog even inpakken. Het begin is gemaakt. Wat doe je daar, Kitty? Kitty, wat doe je daar? Wat ga je doen? Straks kunnen we jou niet meer vinden hoor. Kitty. Weg is Kitty. Gaat ze. Kijk eens wie er daar binnenkomt. De kat onder de sneeuw. Oh ja.